Wat gaan we eten? We gaan gebraande wilde eend eten. Lekker koolver, de grote mannetjes eenden. Daarbij doen we 4 soorten peen. Daar hebben we lekkere trompette de la mort. Horens des overvloed. Kervel, knoflook, zoete savenne-uien. En natuurlijk, we maken een sinaasappelsaus erbij. Canette à l'orange. Hij zit hier vast. Rob heeft een touwtje van gemaakt. Prima, als je hem zich heel wil braden. Nou, dat doen wij niet. We halen gewoon meteen het touwtje ervan af. Touwtje, 1, pootjes uit elkaar. En je duwt zeg maar aan de zijkant van de heupen, duw je hem los. Mes er langs, keepje inmaken, open duwen en kijk, hier zit je al het bilpijpje er vanaf. Op zijn kop zetten, keepje in, langs en losmaken. 2, dan hoeft alleen nog maar wishbone eruit. Bij al dat gevogelte heb je dat. Keepje hier, keepje daar. En we voelen met je vingers. Waar zit hij ook alweer? Hij zit hier. Even duwen en trekken en dan komt die wisboom komt er hier uit. Lekker, dit is voor de saus. Deze gaan we braden. Bap, klontboter. En daarin gaat dit apparaat. Voordat we hem erin laten gaan, doen we even het pootje. Dan gebruiken we eigenlijk het bovenste lid van het pootje, dat gebruiken we. Dat onderste, weet je, er zit toch een beetje nare pees in. Niet lekker. Wat we wel doen, zijn al deze pootjes hierbij. Dat erbij en dat erbij. Dat is voor de saus. En de specerijen. We hebben een beetje lekkere kardemom. Kardemom erbij. Braden. Even kijken. Ene kant, andere kant. Ik heb een klein kleurtje gegeven. Nu gaat hij met deksel in de oven. En dan verblijft hij 6 minuten. Pan. Flopje boter. Mandoline. Kijk uit voor je vingers. De knoflookjes. Even slicen. Doen we daarop de worteltjes. Draai je peper. Zo. Laat het gewoon mooi even gaan stoven. Trompetjes, even kijken of er geen nare dingen tussen zitten. Beetje lekkere, mooie groene kervel. Kontje. Kop. Hoppa. Even draaien. En weer terug. 6 minuten gaat in. Kijk, je ziet hoe lekker die glazig is. Vocht is verdampt. Alles is gaar. Alles is klaar. Alles is mooi. Hoppa. Kijk, daar is hij hoor. Ik weet niet of je hem al kan, maar het is gewoon een kurk met een paperclip. Zo, even een flotch. Even opzetten. Even kijken of hij warm is. Onderkant, kijk uit dat je niet verbrandt. Hij is warm. Top. 12 minuten, hè? Niet langer, 12 minuten. Daarbij gaan we nog even de trompette de la mort doen. Weet je, dan wordt het wel weer een heel ander schouwspel, maar fruit maar. En de kervel. Goh, zeg Jan dat we kanalen à l'orange maken. Dat is gewoon mooi, man. Ik weet niet of het er helemaal in moet, want het moet ook niet te zoet worden. Wat we nog even uit moeten halen, jongens, dat zijn die dijtjes. Hè, die zouden we gewoon mee eten. Nou, dat gaan we dan ook gewoon lekker doen. Tegenaan, 1, op. Kijk eens hoe lekker. Even snijden, kijk. En als je hem even snijdt, dan snij je hem daar gewoon los van het bord. Karkas. Zo, hoppa. Zonder velletje, want het velletje is niet lekker. Het velletje is niet lekker. Om heel even hier, hij is warm, heel even op het groentetje te leggen. Waarop we het sausje gaan maken. Het sausje moet even in een pannetje. Saus hierbij. Alle jus. Even flink aanduwen. Mooi. Aan de kant. Hey, en dan, echt een fractie jongens, hè? Een fractie, want zo'n eentje moet wel gewoon mooi rosé zijn. Kijk eens, wat een lekker bordje. Oeh. En daar horen natuurlijk ook nog even lekker die gestoofde pootjes bij. Saus, mooi, compleet gerecht. Eenden, Bordeaux, wilde eenden, wilde Bordeaux. Super lekker, mooi qua houttonen, verfijnd hout.
maak hem niet te gaar. Het grote, grote gevaar van dit gerecht is dat je hem te gaar maakt, waardoor die sapigheid eruit gaat. Dus die combinatie met die wortel, die zoet van die uien, paddenstoelen, trompet de l'amour en die eend. Nou, helemaal geweldig. Goed, lekker, knapperig en vooral sappig.